Die klaviermuziek van Bach was natuurlijk één van de triggers om sowieso klaviermuziek te gaan spelen. Goed, als je piano speelt en je moet er van die Franse suites gaan spelen en van die inventies. Ja, dan voel je aan alle kanten dat dat gewoon niet werkt. Hè? Het gevecht om zo'n spijkerbak muziek te laten maken, dat is eigenlijk heel boeiend. Ik kreeg klavsymbolessen en op les 1 was het zo van, nou, je moet een paar dingen gaan kopen. Raymond Russell, de harpsichord, dat was toen het standaardwerk over klavsymbolbouw. Je moet wel weten hoe zo'n ding in elkaar zit, hoe het werkt en wat de verschillen zijn regionaal. En een Waldtemperiefde klavier. Nou ja, goed, ik had die les gehad en mijn lerares die ging weg, die was klaar. Ik was de laatste, denk ik, of zo. Ja, dan had ik een paar uren die studio en het klaviersymbool voor mezelf. Ik had thuis geen klaviersymbool, dus ik ben gewoon een boekdoor gaan spelen. Hè. Toen kwamen we bij dat stuk in S. En dat stuk onderscheidde zich heel erg van die andere stukken. Dat heb ik zo fascinerend gevonden, toen al. Want ik ben daar in dat stuk blijven hangen. Nou, prelumine S is bijzonder, omdat eigenlijk als je aan het begin van het Waldtemperiefde klavier kijkt, al die preludia die hebben een soort van etude-achtig karakter. Als je bijvoorbeeld naar dit prelium, C groot, dat is eigenlijk een soort van harmonieles, hè? Dan kom je in prelium C groot, C klein. Nou, dat is een beetje wat de pianiste onder ons aan Jenny doet denken. Cis groot. Eigenlijk ook weer die coördinatie die heel onhandig is. En het is echt een virtuoos etudestuk. Prelude in Cis is daartegen dan eigenlijk een heel lyrisch ding. Valt een beetje buiten, maar dan komen we dan in D groot. Daar hebben we weer zo'n ding, hè. Het heeft heel veel met articulatie te maken, denk ik, dit stuk. Hoe maak je dat scherp? Nou, dan heb je het volgende preludium. Het is ook eigenlijk een articulatieding. En gewoon techniek, hè. Het is gewoon. Nou ja, en dan kom je bij dit preludium. En dan heb je ineens een heel andere wereld. Zou je eigenlijk een voordrachtstuk kunnen noemen als je die andere dingen etudes noemt? Dan heeft dit echt. Dit speel je op concert, hè. Dat preludium bestaat in feite uit een toccata, een hele korte toccata. Ik wil laten horen. En het eindigt dan met een hele virtuose sliert. En dan komt er zo'n heel gedragen koraalthema. Maar ja, dan komt dat het tweede thema erbij. Dat klinkt zo. En dat heeft hij afgeleid van dat toccataatje in het begin. Ja,
Nou, die twee dingen gaat hij combineren en dan ontstaat er echt een dubbel fuga. En ja, dat is uniek in het hele Waldheim-Brieder klavier, dat zo'n preludium in feite al uit een heus fuga ontstaat. Die hele toonsoorten leer, ik neem het met een flinke korrel zout. S groot, de toonsoort waar dit stuk in staat. Mattheson schrijft bijvoorbeeld dat het bedoeld is voor pathetische onderwerpen en zeker niet voor lichtzinnige onderwerpen. Maar ja, als je naar deze fuga kijkt, is eigenlijk tamelijk frivol. Mijn theorie is eigenlijk dat het preludium een orgelwerk is geweest. Het komt ook soms erg ongelukkig uit, technisch. Als je een pedaal zou hebben, zou je dat namelijk heel erg makkelijk oplossen. Deze plek bijvoorbeeld. Die D moet blijven liggen. Maar ja, hier die tenor gaat verder, dus je moet die D moet je gelijk loslaten. Dus, maar ja, als je nou een pedaal hebt, dan hou je dat gewoon aan. Voor mij is het echt orgelmuziek, de preludium. Ja, en zo'n fuga, die ga je niet op orgel spelen. Dat is wel heel erg onidiomatisch. Dus ik denk eerlijk gezegd dat het, het verhaal compleet te maken, dat het bij elkaar gezet is door Bach. Of in ieder geval, hij vond dit een goed preludium en daar moest de fuga bij. Want dat was de opzet van het stuk natuurlijk.